Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in een verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dat zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwolk. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. Voor Gods wezen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardig aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, wat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd zich, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen te leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht.
zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij het over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft, van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat een heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks één gezicht in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zaliger werden aan de gemeente toe.